Breda Nu. Je weet het meteen. Van 14 tot en met 21 september voert Raïd Nassim actie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Op deze manier probeert hij de vluchtelingen te helpen. Dit doet hij door te collecteren vanuit zijn tent op de Grote Markt, waar hij zonder vast voedsel een week door weer en wind moet verblijven. Ik ben vandaag dus met de vluchtelingenactie begonnen, waarbij ik een hele week op de Grote Markt ga slapen. Ik doe dat om aandacht te vragen voor de vluchtelingen. Er zijn heel veel vluchtelingen die niet goed worden behandeld. En ze hebben heel veel dingen nodig, zoals kleren, schoenen, noem het maar op. Want ja, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Mijn moeder is zelf Libanees. Ze komt uit Libanon, is ook gevlucht in de oorlog naar Nederland. Is heel goed opgevangen. En ik vond dat ik nou iets terug moet doen. Want ze is toen destijds heel goed door het Rode Kruis opgevangen. En vandaar deze actie voor het Rode Kruis. Om geld op te halen voor de vluchtelingen. Dus ja, ik vond dat ik wel iets terug mocht doen. In principe verwacht ik dat ik hier gewoon een hele week ga verblijven. Zonder te eten, zonder te drinken. Ik gebruik natuurlijk wel smoothies. Dus het is een beetje hetzelfde als wat in het glazen huis ook gebruiken. Dus smoothies en water. Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen waarmee ik overleef. Maar verder geen vast voedsel. En wat vindt u van wat deze man als actie doet? Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat het, wat doet voor de mensen, maar ik weet niet of dat zoveel zin heeft. Mensen die kunnen naar de tent komen, hier op de Grote Markt. Ik sta overal en ergens. De ene keer sta ik hier bij de Grote Kerk, de ene keer sta ik bij het hart van de Ridder, sta ik overal. Je kan ook naar de pagina gaan van het Rode Kruis. Het is www.ikkominactie.rodekruis.nl/1weekalsvluchteling. Daar kunnen mensen online een donatie doen en die donatie die komt rechtstreeks bij het Rode Kruis binnen, dus ook nog lekker veilig. En je kan hier natuurlijk iets komen doneren. Dus ik zou zeggen, doe dat allemaal.